Vandaag, dinsdag 15 juni, zijn we te gast op het proefplatform ten Booghaarde in Kokzijde, gelegen in de kustpolder, voor een bezoek aan de rassenproef wintertarwe. Deze proef maakt deel uit van de rassenproeven wintertarwe, aangelegd dit seizoen door de diverse partners van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen, verspreid over 8 locaties gaande van de kustpolder tot Limburg. Op elk van deze 8 locaties werden dezelfde rassen uitgezaaid. 4 van deze rassenproeven worden opgevolgd door Inagro, namelijk 3 in de provincie West-Vlaanderen, hier te Kokzijde en in Houthaven, beide in de kustpolder, en te Zwevenhem-Sint-Denijs. En tenslotte 1 proef in de provincie Vlaams-Brabant, te Sint-Martens-Lennik, in samenwerking met de Vlaamse overheid. Vooraleer we de rassenproef wintertarwe bekijken, eerst een kort overzicht van de weersomstandigheden van het seizoen 2020-2021 met de vastgestelde ziektedruk. De zaai van de wintergranen verliep vorig najaar zeer gespreid. Oktober was namelijk een regenachtige maand, waardoor de zaai van de wintergranen regelmatig onderbroken werd. Zo was het de eerste week van oktober onmogelijk om te zaaien. Daarna werden de velden alsmaar natter met grote regionale verschillen. De zaai liep vervolgens verder in november. De winter was natter dan gemiddeld. De velden lagen er nat bij. In bepaalde regio's kwamen er in de velden grote waterplekken voor met een onvoldoende standdichtheid als gevolg. Lokaal moest er soms gerin gezaaid worden. Komen we dan aan het voorjaar 2021. April was een koude maand. Begin april trok er zelfs een sneeuwzone over het land, gevolgd door koude nachten met her en der nachtvorst aan de grond. De groei van de granen vorderde langzaam, als gevolg van het koude weer. April was ook eerder een droge maand. Vooral tijdens de tweede helft van april liet de droogte zich voelen in het veld. Mei was eveneens koud en eerder somber. En tenslotte kwam tegen het einde van de eerste week van juni de vroegst gezaaide wintertarwe in Aar. De later gezaaide wintertarwe kwam in Aar tegen het einde van de tweede week van juni. Dus een stuk later dan vorig jaar. Komen we dan bij de bladziekten. Voor eerst de gele roest. Hier op de rassenproef te Kokzijde en ook op de rassenproef te Zwevenhem-Sint-Denijs kwamen er rond half april kleine haartjes gele roest voor, voornamelijk op de gevoeligste rassen. Op de rassenproef te Houthaven en te Sint-Martens-Lennik was er op dat ogenblik van gele roest nog geen sprake. Ook op de andere LCG-waarnemingsvelden was op dat ogenblik de aantasting door de gele roest op de meeste percelen beperkt. Op basis van de wekelijkse LCG-waarnemingen nam de gele roest toe naar eind april en vooral naar de tweede week van mei, vooral op de gevoeligste rassen. Er waren velden met gevoelige rassen waar een bladbehandeling nodig was, soms zelfs in T0 op de gevoeligste rassen. Maar tot een ware uitbraak van gele roest kwam het niet tot rond half mei. Echter kwam er een sterke uitbreiding van gele roest, vooral naar eind mei. Verder nam ook de gele roest verder toe. Naast verschillen in rasgevoeligheid zijn er ook grote verschillen naar gelang de regio, met in het westen van het land een grotere druk van gele roest en in het oosten van het land een lagere druk. Tevens zijn er ook verschillen naar gelang het perceel. Het was belangrijk om de gevoeligste rassen goed op te volgen, zowel voor wat de bladbehandeling betreft als de aardbehandeling, om tijdig een behandeling in te zetten. De periode tussen de bladbehandeling en de aardbehandeling bedraagt namelijk 3 tot maximaal 4 weken naar gelang de werkingsduur van de toegepaste fungicidebehandeling, de rasgevoeligheid en de ziektedruk. In geval van zeer gevoelige rassen en hoge ziektedruk is de behandelingsperiode eerder 3 tot 3,5 week. Indien een zeer vroege bladbehandeling ingezet wordt, een T0 behandeling, bedraagt deze tussenperiode 2 tot 2,5 weken, dus een kortere periode. En eerder 2 weken in geval van rassen die zeer gevoelig zijn en ook bij een hoge ziektedruk. De regelmatige regens voor bepaalde regio's vanaf eind april en verder in mei waren bevorderlijk voor de uitbreiding van bladvlekkenziekte, wat bleek uit de wekelijkse LCG-waarnemingen. De uitbreiding van bladvlekkenziekte was vooral waarneembaar vanaf eind mei. In het LCG-waarnemingsnetwerk werd bruine roest voor het eerst waargenomen bij de waarnemingen op 31 mei en 1 juni, zij het eerder beperkt. Doch de week erop, bij de waarnemingen op 7 en 8 juni,
nam bruine roest meer en meer uitbreiding en werd de behandelingsdrempel op enkele percelen reeds overschreden. Het is belangrijk om zeer gevoelige rassen voor bruine roest op te volgen vanaf het verschijnen van het laatste blad. Want bij deze rassen kan bruine roest zich immers zeer snel ontwikkelen voor het aardstadium. Ten slotte werden bladluizen en graangaantjes in het SCG-netwerk tot en met de waarnemingen van 7-8 juni globaal genomen weinig waargenomen. In de rassenproeven wintertarwe werden er 27 rassen uitgezaaid. 23 klassieke rassen, waarvan 7 nieuwe, en 4 hybriden, waarvan 3 nieuwe. De hybriden werden aan een lagere zaaidichtheid uitgezaaid dan de klassieke rassen, namelijk aan een 60% zaaidichtheid met een minimum van 200 korrels per vierkante meter. Tevens werden er 3 gebaarde tarwes opgenomen in de proef. De gegevens omtrent de ziektegevoeligheid zijn gebaseerd op de proeven opgevolgd door Inagro, namelijk hier te Kokzijde, te Houthaven, te Zwevegem Sint-Denijs en te Sint-Martens-Lennik, en zijn gegevens tot en met de tweede week van juni. Met andere woorden, voorlopige ziekte-evolutiegegevens. De definitieve gegevens zullen medegedeeld worden bij de najaarsvergadering in september samen met de opbrengstresultaten. Voor dit seizoen zijn er voorlopig enkele gegevens omtrent de gevoeligheid voor gele roest. Voor bladvlekkenziekte en bruine roest is de ziektedruk momenteel te beperkt om de rassen correct te kunnen evalueren. Bekijken we nu de verschillende rassen in de rassenproef. Deze worden in alfabetische volgorde overlopen. Voor eerst hebben we de variëteit Avignon. Op elk bord wordt de mandataris vermeld en ook het jaar van eerste inschrijving op de Europese rassenlijst. Met daaronder de resultaten bekomen over alle rassenproeven over Hans Vlaanderen uitgevoerd door de diverse partners van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen. Met name de korrelopbrengst, enerzijds voor het Leemhesland-Leemgebied en anderzijds voor de kustpolder. De korrelopbrengst is uitgedrukt in relatieven. Verder ook de ziektegevoeligheid van het ras in een schaal van 1 tot 9, met 9 gezond. Met andere woorden, hoe hoger het cijfer, hoe gezonder het ras voor de betreffende ziekte. Voor 2020 zijn er geen gegevens omtrent bladvlekkenziekte gezien de lage druk. Avignon is een ras van Jorion Philipsiets, is een gebaarde tarwe. Slechts 1 jaar proefresultaten, scoorde in het 2020 in het Leem en Zandleemgebied 1,3% onder het gemiddelde en in de kustpolder 4,6% onder het gemiddelde. Heeft een tamelijk hoog tot hoog hectolitergewicht en behoorde vorig jaar tot de gevoeligste rassen voor bruine roest. Momenteel is Avignon het ras het meest aangetast door bladvlekkenziekte op al onze 4 opgevolgde locaties. Het is een ras dat half vroeg is qua aarvorming. Campesino, ras van AVV, 2 jaar in proef. In het Leem- en Zandleemgebied sterk variërend in functie van het jaar. 3,1% onder het gemiddelde in 2020 en zeer goed in 2019. In de kustpolder 6,9% onder het gemiddelde in 2020 en gemiddeld scorend in 2019. Campesino behoorde tot de gevoeligste rassen voor gele roest, zowel in 2020 als in 2019. En ook dit jaar blijkt het ras momenteel veruit het meest aangetast. Het is een vroege tot zeer vroege variëteit qua aarvorming. Chevignon, een ras van Scam, 3 jaar in proef in het Leem- en Zandleemgebied, met een goed resultaat over de laatste 3 jaar. In de kustpolder lag Chevignon 2 jaar in proef, niet in 2020. Met sterk variërende cijfers in functie van het jaar, 92,8% in 2018 tot 102,5% in 2019. Is matig tolerant voor aardfusarium en behoort voorlopig bij de gezondste voor gele roest dit jaar. Ook vorige jaren behoorde dit ras tot de eerder gezondere voor gele roest. Is een half vroege variëteit qua aardvorming. Gitzer, ras van Jorion Philipsiets, loopt reeds 6 jaar in proef. In het Leem- en Zandleemgebied behaalt dit ras goede cijfers over de laatste 6 jaar. In de kustpolder gemiddeld in 2020, enkel in 2018 onder het gemiddelde, namelijk 6,6%. De overige jaren een goed resultaat. Het ras heeft een tamelijk hoog 1000 zaden gewicht en behoorde tot de gevoelige rassen voor witziekte in 2018 en ook voor gele roest in 2019. Ook dit jaar stellen we gele roest vast bij de variëteit Gitzer.
Het ras behoort ook tot de gevoeligste voor bruine roest en is gevoelig voor aarfusarium en is gemiddeld qua vroegheid aarvorming. Gliem, ras van AVV, 3 jaar proefresultaten, in het leem- en zandleemgebied gemiddeld tot eerder goede graanopbrengst over de laatste 3 jaar, in de kustpolder goed tot zeer goed over de laatste 3 jaar. Tamelijk kort van stro, behoorde tot de gevoelige rassen voor gele roest in 2019, ook dit jaar stellen we gele roest vast in Gliem, is ook gevoelig voor aarfusarium, is gemiddeld tot half laat qua aarvorming. Givega van AVV is de eerste hybride, is het eerste jaar in proef in het LCG, ingeschreven op de Europese rassenlijst in 2020. Vertoont voor het ogenblik ook gele roest, dus ook gele roest in doog te houden, is gemiddeld qua aarvorming. Johnson, ras van Rigaud, 3 jaar in proef. In het leem- en zandleemgebied een goed resultaat over de laatste 3 jaar. In de kustpolder goed tot zeer goed over de laatste 3 jaar. Tamelijk laag hectolitergewicht. Behoorde tot de minder gevoelige rassen voor gele roest de voorbije 3 jaar. En ook dit seizoen behoort dit ras voorlopig bij de gezondste voor gele roest. Is ook tolerant voor aarfusarium. Is gemiddeld tot iets laat qua aarvorming. KWS Dag, ras van Jorion Philipsiets, eerste jaar in proef in het LCG, ingeschreven op de Europese rassenlijst in 2019, qua vroegheid gemiddeld tot iets vroeg. KWS Donovan van Rigaud, het eerste jaar in proef in het LCG, ingeschreven op de Europese rassenlijst in 2019, kwam als 4e laatste in aar, is dus een eerder late variëteit qua aarvorming. KWS Extase, ras van Jorion Philipsiets, 2 jaar in proef in het leem- en zandleemgebied met een goede graanopbrengst. Slechts 1 jaar proefresultaten in de kustpolder, namelijk enkel in 2019, met 2,4% onder het gemiddelde. Het ras heeft een tamelijk hoog 1000 zaadgewicht en behoorde in 2019 tot de minder gevoelige voor bladvlekken. En het behoorde ook tot de minst gevoelige voor gele roest de voorbije 2 jaar, ook dit seizoen, voorlopig bij de gezondste voor gele roest. Is een half vroege variëteit qua aarvorming. KWS Keitum, ras van Rigaud, slechts 1 jaar proefresultaten, lag enkel in het leem- en zandleemgebied met zeer goede graanopbrengsten, lag niet in proef in de kustpolder het afgelopen jaar, is tamelijk lang van stro en is een ras dat ook tot de wat gevoeliger behoort voor gele roest dit seizoen. Is gemiddeld tot iets laat qua aarvorming, is ook een ras dat wat schuin uitstoelt. KWS Smart, ras van AVV, 4 jaar in proef in het leem- en zandleemgebied met gemiddeld tot eerder goede graanopbrengst over de laatste 4 jaar. 5 jaar in proef in de kustpolder, goed over de 5e laatste jaar, toch 1,5% onder het gemiddelde in 2019. Het ras geeft een tamelijk hoog 1000 zadengewicht en is ook tamelijk lang tot lang van stro. Het behoort tot de gevoeliger voor gele roest. Ook dit jaar behoort dit ras tot de gevoeliger voor gele roest tot nu toe. Is matig tolerant voor aarfusarium. Kwam als voorlaatste in aar, dus eigenlijk eerder laat qua aarvorming. Is ras dat ook schuin uitstoelt. KWS Sverre van AVV, het eerste jaar in proef in het LCG, is ingeschreven op de Belgische rassenlijst in 2020. En het behoort voorlopig tot de eerder minder gevoelige rassen voor gele roest. Scoort gemiddeld qua aarvorming. LG Cambria, ras van Limagrain Belgium, het eerste jaar in proef in het LCG, is ingeschreven op de Europese rassenlijst in 2018. Kwam als laatste in aar samen met KWS Maart, dus eerder een late variëteit qua vroegheid aarvorming. LG Skyscraper, ras van Scam, reeds 2 jaar in proef. In het leem- en zandleemgebied behaalde dit ras een goede graanopbrengst over de laatste 2 jaar. In de kustpolder goede tot zeer goede graanopbrengsten. Het ras geeft een laag tot tamelijk laag hectolitergewicht en behoorde tot de minder gevoelige rassen voor gele roest de afgelopen 2 jaar.
is gemiddeld qua tijdstip aarvorming. LG Spotlight, een ras van Limagrain Belgium, slechts 1 jaar proefresultaten, behaalde zowel in het Leemensland Leemgebied als in de kustpolder goede graanopbrengsten in 2020 en behaalde een tamelijk laag hectolitergewicht. Het behoorde vorig jaar tot de gevoelige rassen voor gele roest. Ook dit jaar behoort dit ras tot de gevoelige rassen tot en met de tweede week van juni. Is half laat qua tijdstip vroegheid aarvorming. Mentor, ras van Joriot Philippe Seeds, 7 jaar in proef. In het Leemensland Leemgebied 1,2% onder het gemiddelde in 2020, gemiddeld in 2019, goed in 2018 en 2017 en zelfs zeer goed in 2016. In de kustpolder nogal variërend in functie van het jaar, 95,7% in 2020, gemiddeld in 2019, 106,7% in 2018, 95,2% in 2017 en 102,4% in 2016. Het ras heeft een tamelijk hoog hectolitergewicht, tamelijk laag duizendzaangewicht, is matig gevoelig voor aardfusarium en kwam als derde laatste in aar, wat betekent dat dit een half laat tot laat ras is qua aarvorming. RGT Percussio, een ras van AVV, de tweede gebaarde tarwe in proef, het eerste jaar in proef in het LCG, ingeschreven op de Europese rassenlijst in 2019, vertoont voorlopig, tot en met de tweede week van juni althans, weinig gele roest en is gemiddeld tot iets vroeg qua tijdstip aarvorming. Solange SC, een ras van Scam, het eerste jaar in proef in het LCG, is ingeschreven op de Belgische rassenlijst in 2019, behoort voorlopig bij de gezondste voor gele roest tot en met de waarneming in tweede week van juni. Kwam gemiddeld tot iets vroeg in aar. SU Ecusson van AVV, slechts 1 jaar proefresultaten, behaalde goede graanopbrengsten in het Leem- en Zandleemgebied en gemiddelde opbrengstresultaten in de kustpolder. Behoorde tot de minst gevoelige rassen voor gele roest in 2020. Ook dit seizoen behoort dit ras tot de gezondste voor gele roest. Gemiddeld qua tijdstip van aarvorming. SU Hyacinth, een ras van Limagrain, een hybride. Het eerste jaar in proef in het LCG, ingeschreven op de Europese rassenlijst in 2020. En behoort binnen de 4 hybriden die we in proef aanliggen hebben tot de gezondste qua gele roest. Kwam als derde vroegste in aar, is dus eerder vroeg qua tijdstip aarvorming. SU Hiking, een ras van Limagrain Belgium, ook een hybride, het eerste jaar in proef in het LCG, ingeschreven op de Belgische rassenlijst in 2017, kwam eerder vroeg in aar. SU Himalaya, een ras van Limagrain Belgium, eveneens een hybride. Slechts 1 jaar proefresultaten, behaalde gemiddelde graanopbrengsten in het Leem- en Zandleemgebied en zeer goede resultaten in de kustpolder. Is tamelijk lang van stro en het behoort dit seizoen tot de wat gevoelige rassen voor gele roest. Gemiddeld tot iets laat qua tijdstip aarvorming. SI Insitter, ras van Syngenta Seeds, slechts 1 jaar proefresultaten, behaalde in het Leem- en Zandleemgebied vorig jaar een opbrengst die 1,2% onder het gemiddelde lag en in de kustpolder goede resultaten neerzette. Het ras heeft een tamelijk laag duizendzaangewicht en behoorde tot de gevoeligste voor bruine roest vorig jaar. Is half laat qua tijdstip aarvorming. Winner, een ras van Scam, de derde gebaarde tarwe, slechts 1 jaar proefresultaten en behaalde goede cijfers in het Leem- en Zandleemgebied vorig jaar in de kustpolder gemiddeld. Is tamelijk kort van stro en behoort tot de eerder minder gevoelige rassen voor gele roest tot nu toe. Dit was ook het geval vorig jaar. Kwam als vroegste in aar over de ganse rassenproef, dus een ras dat eerder zeer vroeg tot vroeg is qua tijdstip aarvorming. WPB Calgary, een ras van Rigaud, reeds 2 jaar in proef in het LCG,
behaalde in het Leem- en Zandleemgebied gemiddeld tot goede graanopbrengsten over de laatste 2 jaar, in de kustpolder 1,1% onder het gemiddelde over de laatste 2 jaar. Behoorde tot de minder gevoelige rassen voor bladvlekken in 2019 en behoorde tot de minder gevoelige rassen voor gele roest over de laatste 2 jaar. Ook dit jaar behoort dit ras tot de minder gevoelige voor gele roest. Is half vroeg tot gemiddeld qua tijdstip aarvorming. WPB Montfort, ras van Jorion Philips, is het eerste jaar in proef in het LCG en ingeschreven op de Belgische rassenlijst in 2020. Behoort voorlopig tot de minst gevoelige rassen voor gele roest tot en met de waarnemingen van de tweede week van juni. Gemiddeld tot iets laat qua tijdstip aarvorming. Van de rassen wintertarwe, maar ook van wintergerst die door het LCG beproefd werden tot en met 2020, zijn er rasfiches beschikbaar met uitgebreide info die u kan terugvinden op de website van het LCG. Ga zeker eens kijken. Tot slot, een goede oogst toegewenst voor 2021.